I'm done. Hallo iedereen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video en vandaag ga ik een nieuwe serie starten. En deze serie houdt in dat ik tegen allemaal verschillende mensen ga opnemen met een sniper op de map Firing Range en later ook op Nuketown. En mijn eerste gast van vandaag is Relax Bark. Hallo. Rick, kan je snipen? Ja, heel goed. ik niet. Echt niet? Nee, ik ook niet hoor. Nee, ik kan niet snipen, dus ik denk dat het wel nog leuk wordt. Ja, dat weet ik wel zeker. Oh my god, ik zie nu al mensen. Oh, die kool ging wel close van jou. Nou, we hebben een constante minimap. Oh, in mijn been, ja. We hebben een constante UAV aan, dus dat is wel beter, denk ik. Dan kan je niet gaan campen. Oh, dat is wel beter, dat zie ik nu pas. Ja, daar, Ryan. Dat trap ik niet in, jongen. Nee! Oh ja, dat is wel een quickscope. Ja. Je mag hard scopen als je dat wilt. Ja, ja. Maar dat kunnen we niet doen, Erik. Nee! Door mijn hoofdje. Ja, dit is echt lastig, hoor. Erik. Kom maar hier. Lucas fight. Ik moet er niet lopen. Ja, ik ook. Retard fight. Oh, en je voetje, Mijn benen gingen eraf. Ja, je benen vliegen eraf. Dat is wel cru. Oh, ja. We hebben een constante minimap en ik let er nog altijd gewoon niet op, hè. Oh, een beetje erg eigenlijk. Oh, die was nice. Ja. Jij bent te snel. Gaat hij omlopen? Nee. Sowieso staat hij geaimd op die deur. Nee, ja. Hoe dan? Ik was het hoekje om. Het gaat naar tot de 30, Erik. Ja. Oh. Ja, ik wil zo weinig mogelijk hardscopen. Ben je killcam aan het kijken? Nee. Ik was even pissen naar een andere sniper. Nee! Zo! Hoeveel kills heb je nu? 2. Er staat 7 om 2. Dat kan ik niet zien. Ja, op je touchpad kan je het zien. Oh, dat is lastig. Wow. Dit is echt lastig, ik zweer het. Zo. Rick? Ja? Ga je 360? Nee, dat ga je niet. Ah, shit! Ik probeer het nu al, hè. Oh, wauw. Oké, Rick. Ah, niet hardscopen rijden, dat mag niet. Ah, moet reloaden. No scope! Oh my god, ik quickscopte niet. Ik deed zeg maar letterlijk een tikje op mijn knopje en meteen schieten. Lekkere kill, Rick. Nee, ik moet reloaden. Waar ben je? Oh! Moet reloaden. Nee, joh. Oh, wauw. Oh, volle concentratie, hè. Kut, ik moet reloaden. Ik?
Hallo. Hey. Hallo. Ja, no-scope! Nee! Oh, dat was een no-scope! Waarom ben jij hier zo goed in? Ja, ik ben echt niet goed hierin, hoor. Oh. Oh, lekker, Rick. Rick gaat combat maken, ik voel het nog. Ik hoop het. Je moet wel je eerste punten van de gasten binnenscoren, hè. Want er zijn twee teams, Rick. Ja. Ik ben een team en de gasten zijn een team. En jij bent gewoon de eerste persoon die het eerste puntje kan binnenhalen. Oh. Waar sta ik? Je hebt 5 kills, Rick. Ah, oké. Je schiet door de muur heen. Ja. Waar ben je? Moet je reloaden, Rick. Oh, user joined your channel. Oh, kut. User left your channel. Oh, wow. Je bent echt te goed. Oh! Oké, ik ga een andere sniper pakken. Een andere sniper? Gaat hij nu komen met de spray sniper? Komt nee, 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 nee. Oké. Oh! Welke sniper? Heb je nu echt een andere? Ja, die eerste. Hoe heet die ook alweer? Paladin of zo? Paladin. Dat was één. Oh. Door het hoofdje. Door het hoofdje. Kut, kom dan. No scope! No scope! Oh, kut, met reloaden, wacht even. Ik moet ook reloaden. Oh, geen tijd niet eens ervoor. Weer, hoezo raak ik no scope? De vorige keer. Ja, die raak ik dus niet. Sorry, Rick. Misschien heb ik spawn trap ik je even. Klein beetje, maar hoor. Ah! Stond hij me mooi op te wachten. Ricky boy. Oh, die kill was echt maar net. Je stond ja. Niet achter de muur. Oké, Rick. Nog kom maar. Ik moet nog 10 kills, Rick nog 23. Kom dan. Had hij het ook proberen. Wat met reloaden, Rick. Even wachten. Waar ben je? No-scope! Nee, ik probeer de no-scope, maar het lukt gewoon niet, oh, hè! Voor mij was het weer een no-scope! Oh, dat ga je niet menen. Ah! Kut, sorry. Ik wil eigenlijk van een 360 hitten of zo, ik weet niet. Ja. Oh, Spantaar waarschijnlijk. Je gaat beast. Nee. Ik ben niet echt zo'n goede sniper, hoor. Thanks, Rick. Ja, nou, het even leuk gedaan. Nou gaat het komen, Ryan. Nu gaat het komen. Hey. Kom maar even hier. Oh, wacht, ik zit vast op die trap. Rick! Let's go! Nee. Oh, Rick, jongen! Nee, ja. Dat ga je mooi niet doen. Je haalt geen combat neerzetten. Ja. Rick, die komt terug. Je zit op de helft van mijn kills. Ja, dat ben er nog lang niet. Je hebt me wel 4 keer na elkaar gekild. Ja, maar dat zeg ik toch. Ja, je komt terug. Het is nou afgelopen met de pret. Dus je hebt me eigenlijk een voorsprong...
Ik heb je een voorsprongetje gegeven. Ja? En dat is nu afgelopen, dat begrijp je zelf ook natuurlijk. Oh, dus je wilt gewoon echt dat ene punt hebben voor de gasten. Ja. Nou, maar ik wil eigenlijk ook mijn punt hebben. Moet dat weer reloaden. Ik ook. Die vent gaan nou echt terugkomen, dit ga je niet meer. Dan ga ik zo hard lachen. Ja, en dan ga ik zo hard huilen. Oeh. Daar ging mijn streak. En daar ging je streak wel. Maar streaks maken niet uit. Dat zijn de punten die tellen. Ja, dat is waar. Nou, misschien is het wel leuk als ze zeg maar nog een extra scorebord doen wie de hoogste streak heeft, met alle namen zeg maar. Denk je niet dat dat leuk zou zijn? En dan kunnen we echt na zoveel afleveringen kijken wie de hoogste streak in een potje heeft gehad. Maar dat ben ik niet, denk ik. Nou ja, je kan nog eens een rematch nemen. Ja, dat is wel. Ricky boy. Die was echt zo vies, hè. Oh, vieze hardscope. Sorry, Rick. Ik zal het nooit meer doen. Waar zat je nou? Ja, zat daar op het raampje. Hey Rick. Wat moet reloaden, kut. Retard fight. Retard fight. No scope. Nee, 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 nee. Good scope. Oh. Ik moet nog 2 kills. Rick, je moet er nog 15. En nog eentje. Oké, nou eentje en dan is het afgelopen. Kan Rick nog een combat maken? Nee! Dat was een no-scope! Ja, goed gedaan, dat was ook een no-scope! Echt waar? Ja! Oh. Oh my god, die was nice. Oh, ik heb de killcam. Waarschijnlijk is het maar 1 kill, Rick. Eentje maar? Ja. Kijk, hoppa, ja. Mooie killcam. Echt een dikke quad. Ah, echt netjes hoor. Ja, ja, ja. Dus, Rick, helaas, ja? Helaas heb je verloren. Jammer weer hoor. Maar je hebt het wel goed gedaan, je hebt echt nog een hoge streak gehaald. Hoeveel zat je? Ja, 5 geloof ik. 5 of 6? Ik dacht eigenlijk 6. Dat kan wel hoor. Oké, Rick, maar je hebt het echt prima gedaan, dus dat houdt in. Dat ik 1 puntje heb en de gasten hebben er 0. Maar willen jullie sowieso Rick nog eens terugzien, laat het me ook sowieso weten. En check Rick ook zeker uit en dan zien wij jullie de volgende keer weer terug mensen. Bye bye.